Dan, volgende zaak. Afgelopen weekend overleed in een Rotterdams ziekenhuis deze man, de 25-jarige Gino Oliveira. Hij raakte vorige week woensdag ernstig gewond toen hij werd beschoten, terwijl hij op de achterbank zat van een Fiat Punto aan de Westkousdijk in Rotterdam-Delfshaven. De bestuurder en de andere inzittenden reden nog snel weg naar de Slamatstraat daar vlakbij. Daar werden deze opnamen gemaakt. Nu aan de lijn mevrouw Slot. De schutter is nog altijd op vrije voeten helaas. Ja, het is een man die vermoedelijk alleen heeft gehandeld en die het blijkbaar puur op het slachtoffer had gemunt. Hij is de enige die is beschoten. De schutter heeft woensdagavond gereden in een huurauto die we inmiddels hebben teruggevonden. En door onderzoek weten we ook inmiddels dat hebben we ook de route in kaart kunnen brengen. En weten we dus ook waar de auto allemaal door getuigen gezien kan zijn. Goed, we gaan allemaal even kijken wat er nou precies woensdagavond waar is gebeurd. Uit getuigenverklaringen blijkt dat de schutter en de Fiat Punto met daarin Oliveira rond 6:10 bij elkaar voor dit stoplicht aan de Westzeedijk hebben staan wachten. Terwijl Oliveira en zijn vrienden keurig wachten tot het licht op groen springt om rechtsaf te slaan, rijdt de schutter om hen heen en gaat door rood alvast naar rechts. De schutter zou zijn Golf in een van deze parkeervakken achteruit hebben ingeparkeerd en hebben gewacht tot de auto met erin zijn slachtoffer arriveerde. Op het moment dat de Fiat Punto aankomt, stapt de schutter uit, loopt er naartoe en schiet even later op deze plek op Gino Oliveira. Daarna is de schutter die kant op gevlucht, richting de Westzeedijk. De bestuurder van de Fiat Punto en de passagiers hebben geprobeerd weg te komen die kant op, richting de Slamatstraat. Uiteindelijk blijkt Gino Oliveira zo zwaar gewond dat hij zaterdag overlijdt. Omdat een getuige het kenteken van de Golf noteert, kan de politie later traceren dat de dader woensdag na de aanslag meteen keihard wegreest over de Westzeedijk, linksaf slaat bij de Pieter de Hoogweg richting Kolhaven en uiteindelijk stopt op de Heemraadsingel. Hier op de hoek van de Nieuwe Binnenweg en de Heemraadsingel, net voorbij Café Stijn, staat de auto 3 uur lang geparkeerd. Daarna wordt de Golf weer verplaatst. Door wie is nog niet duidelijk. Uiteindelijk wordt de auto rond 9:00 die avond ontdekt aan de Suze Groenewegwaan. Het sporenonderzoek aan die wagen is inmiddels in volle gang. Ja, en de politie kent dus inmiddels de route die de auto heeft gereden, maar hoopt via u thuis te achterhalen wie er woensdag in die Golf zat. Dus mensen die iets van het schieten of de aanloop op de Westkousdijk hebben gezien, moeten zich ook even melden. We hebben nog steeds mevrouw Slot aan de lijn. Zeker ook de plek waar die auto vlak erna, na het schieten, geparkeerd is, is natuurlijk heel belangrijk. Jazeker. We weten dat die Golf tussen ongeveer 6:15 en 8:55 afgelopen woensdagavond heeft stilgestaan daar aan de Heemraadsingel. En daar moet de dader bijna wel uit de auto zijn gestapt. Nou, we willen met spoed spreken met mensen die zich kunnen herinneren wie er bij die zwarte vijfdeurs Golf is gezien en waar diegene heen gelopen is. Ja, en dat geldt natuurlijk ook voor de locatie waar die auto is achtergelaten aan de Suze Groenewegwaan. En ook mensen met eigen camera's kunnen helpen als ze die op die route hebben of daar met een dashcam hebben gereden. Stuur de beelden als daar deze Golf 7 of de bestuurder mogelijk op staat. En ik neem aan dat u met naasten van het slachtoffer praat om te kijken wie hem wat aan zou willen doen. Ja, uiteraard. En bekenden van Gino Oliveira die ons willen tippen over wie de dader mogelijk is, kunnen daar ook vertrouwelijk over spreken met de collega's van het team Nationale Inlichtingen. Dus tip voor u thuis. Alsjeblieft, als u iets heeft gezien dat kan helpen om de dader sneller te vinden en kaartjes, tijdstippen vragen, staat allemaal vanaf nu op de site. Bel 079 345 8999 wanneer u liever een vertrouwelijk gesprek met het team Nationale Inlichtingen wil.